De actie van Nigeriaanse rijstboeren uit ontevredenheid over het uitblijven van de tegemoetkoming door de staat in de vorm van compensatie is volgens landbouwminister Prelaat Seudin een scenario. De bewindsman zei gisteren aan journalisten dat hij afspraken heeft met de boeren en niet snapt waarom de groep nu plotseling in actie is. Er wordt een bepaald scenario afgedraaid, laat me dat heel open zeggen. En ik leen me er niet daarvoor. We zijn technisch bezig. We hebben afspraken met de boeren. En de president is ondertussen ook al terug. Dus vanmiddag in de regeringsraadsvergadering zullen er wat besluiten vallen. En dan kunnen we meer mededelingen doen. Maar in elk geval, zij die nu in een nood verkeren, we zijn bezig die hulp te bieden. De minister geeft verder aan dat de boeren die schulden hebben zich vanaf afgelopen maandag mogen registreren. Ook zegt hij dat boeren die geen kunstmest hebben zich mogen opgeven bij het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij.